Als lector bij de Hanze ga ik me bezighouden met NRG als brandstof. Brandstof voor de trucks, voor de schepen, voor de vliegtuigen. En ik ga me bezighouden met de rol die de NRG brandstofketen kan spelen in relatie tot andere energienetwerken. Bij de Eemshaven kan je zeggen van nou, als ik hier een NRG heb, dan heb ik NRG ter beschikking als brandstof voor schepen. Maar je kan ook zeggen, een deel van die NRG, daar ga ik de kou van gebruiken om bijvoorbeeld de koeling voor het datacenter van Google te doen. Bij de Universiteit van Eindhoven is een motorenlab en bij dat motorenlab kunnen we heel nauwkeurig kijken naar de verbrandingseigenschappen. Uiteindelijk zullen die motoren ook een testprogramma moeten ondergaan om gebruikt te mogen worden, om gecertificeerd te mogen worden. En dat is wat we met name hier bij Entrance gaan doen, om die duurtesten, dat materiaalonderzoek, dat verder verfijnen van het systeem, zeg maar, om dat hier aan te pakken.